Koningin Juliana legt de eerste steen voor de herbouw van de Laurenskerk. Door het bombardement op 14 mei 1940 werd het centrum van Rotterdam zo goed als volledig weggevaagd. Van de Laurenskerk bleven alleen de muren en de toren overeind staan. Al snel werden de mouwen opgestroopt, de puin geruimd en ging men aan de slag om een nieuwe stad te bouwen. Na veel discussie werd er gekozen voor restauratie, of beter gezegd herbouw van de kerk. Het Rijk steunde de restauratie financieel door 90% van de kosten van 8 miljoen op zich te nemen. In 1952 bezocht koningin Juliana de opbouwdag. Het hoogtepunt was het leggen van de eerste steen met de tekst: geschonden door oorlogsgeweld. God geven, in ere hersteld. In een toespraak benadrukte Juliana de grote symbolische waarde van de kerk. Deze Sint Laurens, in nieuwe vorm, zal de kenmerken blijven dragen van zijn herstel uit het midden der 20e eeuw en zal de Rotterdammers steeds blijven herinneren aan wat daaraan vooraf ging. Sterker dan voorheen wil hij een centrum van de stad zijn. Later zal men zich afvragen, en toen is hij dus weer opgebouwd. Dat was blijkbaar geen probleem in die moeizame tijd rond 1950. En het antwoord zal zijn: natuurlijk is hij weer opgebouwd. Want Rotterdam was en is en blijft immers Rotterdam.